Hallo allemaal, we gaan het weer proberen. Het programma Op de Koffie. Ga je mee? Goedemiddag. We zijn van Cinia Noord en we doen het programma Op de Koffie. Dan is de vraag, heeft ze koffie? Oh, kom hier een koffie drinken met mij. Wat een heel gezellig huis heeft hij hier. Ja, hier is een klein stukje van Brazilië in Rotterdam. Ja, de Braziliaanse invloeden zijn goed te zien. En een leuke kat zie je. Ja, leuke kat, oude. En ja, maar we gaan naar buiten zitten. Is een lekker taal. Braziliaans taal ook, taal. Ja. Stel je even voor aan de kijkers. Ja, ik ga zeggen over, ik ben Braziliaans. Ik woonde hier in Nederland 13 jaar. Ik kwam 2001. Toen de Rotterdam was hoofdstad, cultureel hoofdstad. Yeah. Ja? Daarna ik kwam met 25 Braziliaanse artiesten van een project, Autowisselen project. Ja. En we hebben heel veel concerten gemaakt en gedaan. En ik heb in dezelfde maand, juli, ik heb mijn man, Nederlands man, ontmoet. Ja, nou, ik ben hier 13 jaar. Zo, daarna vond ik zei tegen mijn man, ik ben artiest, ik wil steeds zingen, hebben mijn band. We hebben in 2003, we hebben een Braziliaanse stichting geopend, Samba de Quintal. Onze stichting, wij deden meer. Wij hadden soms les van Portugees les, Nederlands les, Engels. Van Braziliaans, natuurlijk Portugees van Nederlands of de andere mensen interesseert Portugees leren. Ja, daarna wij stoppen. Waarom de crisis? De mensen wil niet, kan niet betalen. Van 10 jaar ik geef mijn hart van Samba de Quintal. Maar hier een beetje moeilijk, ja, niet alleen hier, overal. Maar ik wil ook in Brazilië, ik had een CD gemaakt, popmuziek. Maar van Nederlands, de mensen kennen niet de soort de ritme. Wat ik heb gedaan, zeggen ik moet de nieuwe CD maken. Zo, ik heb die CD gemaakt, está escrito. Met 9 liedjes: samba, bossa nova, bossa jazz. Quem mandou não ler o aviso, invadiu meu paraíso. Agora nem reza, nem bezedeira. Encantei com teu sorriso. Vi neste olhar que eu preciso. Brilho maior do que a luz das estrelas. En nu ben je hier in Nederland en je zingt en je geeft concerten. Wat vind je hier het leukste om te doen? Wat ik vind leuk hier, is een integratie met veel cultuur. Niet alleen Nederlands, maar Nederlands is open the heart for the iedereen. Van de Braziliaans, van de Cabo Verde is heel groot, mensen hier. Ja, ik vind het zo, ik vind het aardig hier. Ja, natuurlijk, ik wil naar Brazilië terug ook oud worden. Ja, met mijn familie. Ja, maar tot daar, tot mijn man kan naar Brazilië wonen, ik ga hier blijven. Deze buurt, deze wijk, hoe bevalt die je? Ik vind het zo leuk, zo mooi. Ja, hier de. Wat denk je? Wij hier 10 minuten naar het Centraal Station om te lopen. Ja, ik ga deze stukje hier, klein stukje van Brazilië, in het centrum van Rotterdam. Hier de mensen is aardig. Ja, de mooie week. Ah, ik ben blij. Ik ben heel blij hier wonen. Ah, ik hou van fiets. Ik ken meer Nederlands met fiets. Mijn man en ik, wij doen de route. En ook Nederlands met 25, 30 kilometer. Zo, daarna, ik weet meer Nederlands met fiets. Het is uniek. In Brazilië, wij hebben niet. Hè? Dat is gevaarlijk. Zo, hier, ik voel meer vrij. Met fiets. Hier, als de zomer is goed, niet regen, wij doen hier ook het evenement, waar hier wij staan. Hier is de podium en daar is de open theater. Zo, so, wat ik wil meer. Quero você.
todo inteirinho. Pra saber se era verdade, consultei as entidades. Felicidade, você vai ser meu.